als ik nu als directeur van basisschool De Troubadour terugdenk aan de manier waarop ik mijn baan heb gekregen ten aanzien van de huidige sollicitatieprocedures, assessments, noem maar op, is dat een wereld van verschil. Ik liep het laatste jaar stage op een kleuterschool in Glanenbrug en Nom was daar hoofdleidster. En er kwam een baan vrij. Nou, mooie kans. Maar de dochter van het hoofd van de jongensschool was gelijk met mij afgestudeerd. En eigenlijk moest de baan wel naar haar. Dat was een dilemma voor de non. Ze heeft ons luciferpinnetje laten trekken. Degene die het langste pinnetje trok, die zou de baan krijgen. Het geluk was aan mijn kant. Ik heb het langste pinnetje getrokken en daarmee is mijn carrière binnen het onderwijs gestart. Pas geleden heb ik mijn certificaat onderwijskundig begeleider gehaald. Ik zag voor mezelf daarin een kans om me verder te ontwikkelen, maar ook collega's en kinderen mee te helpen. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland en toen ik in Nederland mij ging oriënteren, zag ik mijzelf in het basisonderwijs werken. Dat zou ik geweldig vinden. Ik heb mij toen aangemeld bij de Hogeschool Edith Stein. Ik kreeg daar te horen dat dat mogelijk was. Maar ik moest eerst mijn staatsexamen Nederlands behalen. Toen ik dat had, kreeg ik in een gesprek te horen van jouw diploma's zijn niet aan de benodigde vereiste MBO 4 niveau. Maar ze hadden daarvoor een oplossing, omdat ze zagen ik wilde graag de deeltijdopleiding doen, een toelatingsexamen af te leggen. Dat heb ik gedaan en in een slotgesprek kreeg ik mee van dat de resultaten goed waren, maar dat vooral mijn enthousiasme het doorslag had gegeven. En dat heb ik dus meegenomen van Edith Stein, hou je enthousiasme vast en benut je kansen die je krijgt. Na het afstuderen op de Hogeschool Edith Stein ben ik onderwijskunde gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens een van deze opdrachten heb ik een samenwerkingsactiviteit ontwikkeld voor de kinderen. Deze activiteiten werden uitgevoerd tijdens het leesonderwijs. Tijdens een van deze leeslessen was ik een duo kwijt. Ze zaten met elkaar eigenlijk letterlijk in de boekenkast. Ik ging er naartoe om te vragen, goh, wat zijn jullie aan het doen? Want jullie moeten samen lezen. Ja, juf, we zijn een woord aan het opzoeken dat we niet kennen. Dat willen we graag weten. Dus dit was voor mij eigenlijk een heel mooi moment om te zien van, ja, de kinderen kunnen van elkaar leren. En de kinderen hebben zich samen een strategie eigen gemaakt die bij het begrijpend lezen hoort. Tijdens mijn afstudeeropdracht op de Hogeschool Edith Stein ben ik in contact gekomen met Kees Vernooy. Kees en ik hebben destijds een leesinterventie ontwikkeld. Deze leesinterventie die gaf verbluffende resultaten. Door Kees' ervaring, enthousiasme en deskundigheid ben ik erachter gekomen dat de leerkracht een allesbepalende factor is voor de klas. Ook nu werk ik nog samen met Kees en bouw ik verder op wat ik toen op de Hogeschool Edith Stein heb geleerd. En dat is dat de leerkracht ertoe doet. Toen ik begon bij de Pabo Edith Stein, toen heb ik me direct ingeschreven voor de toneelgroep Anansi Tori. Omdat ik mezelf beter wilde neerzetten voor de klas. En ik ging auditie doen voor de hoofdrol. Daar bleek ik niet zo goed in te zijn en ik kreeg juist de allerkleinste rol. En het jaar erop gebeurde precies hetzelfde weer. Maar in die kleine rol kon ik mezelf toen zo mooi neerzetten dat de rol juist heel erg groot werd. En het publiek was heel erg enthousiast. En dat wat toen gebeurde bij mij, dat zet ik nu ook weer in bij de klas. En door mijn presentatie kan ik kinderen heel enthousiast krijgen. En dat is iets waar ik best wel trots op ben. Hallo, ik spreek met Hanneke. Hanneke Holler. Ik bel vanuit Oman. Ik had vroeger niet gedacht dat ik nog eens in het buitenland zou gaan werken. Maar als je ziet met hoeveel enthousiasme de Hogeschool Edith Stein internationalisering stimuleert, dan is het ook weer niet raar. In het derde jaar mochten we kiezen voor een Europese bestemming voor een uitwisselingsproject. Ik heb toen gekozen voor Barcelona, waar ik een ongelooflijk leuke tijd heb gehad.
Ik moest nog wel even mijn proper Duits halen, maar gelukkig heeft het Edith Stijn mij daarbij kunnen helpen. Deze ervaring heeft mij zeker hongerig gemaakt naar meer. Na mijn studie ben ik eerst 3 jaar in Kenia gaan werken. Het contact met de Edith Stijn is gebleven. Wat mij is bijgebleven van dit uitwisselingsproject, is het samenwerken met mensen van een andere cultuur en die een andere taal spreken. We communiceerden met handen en voeten en moesten onszelf uitdrukken in gebarentaal. Deze vaardigheid komt mij nog altijd van pas. Ik ben blij dat ik door de Hogeschool Edith Stijn ben gestimuleerd om een internationale carrière te beginnen. Ik werk op het praktijkonderwijs met cluster 3 en 4 leerlingen. Dat is niet echt bepaald de makkelijkste groep, maar ik heb geleerd dat persoonlijke aandacht en geduld heel belangrijk zijn voor deze leerlingen. En met geduld heb ik wel wat mee. Ik heb namelijk zelf 7 jaar over de PABO gedaan. En ik had zo mijn eigen ideeën over mezelf ontwikkelen en leren. En je zou haast denken dat docenten daar weer heel snel klaar mee zouden zijn. Maar dat was niet zo het geval. Docenten wisten heel goed wat er in mij speelde en wat mij dreef en hoe ik leerde. Op een dag kwam ik de PABO binnenlopen. Ik wou wat vragen over een verslag wat ik terug zou krijgen. Dus ik loop naar het lokaal alleen, ik klop op de deur, de docent wekt mij binnen. En met dat ik binnenstap, legt hij de hele les stil. En hij zegt, dames en heren, dit is Nick Verkoten en die hoort zo'n beetje bij het interieur. Nou, op dat moment kon je het zien als een plaagstoot of een verkapte motivatie om eens aan te gaan pakken met je studie. Voor mij was het eigenlijk het voorbeeld dat leerkrachten oog voor jou hadden als persoon. Ze kenden je, je was geen nummer. En ja, daardoor maakten ze niet alleen leerkrachten van ons, ze maakten ook mensen van ons.